Welkom bij Rijnmond Nieuws, zometeen. Een vrouw die sinds vrijdagavond vermist was, is dood onder het ijs gevonden in de buurt van het Kralingse Bos. Daarover straks meer, eerst kort het nieuws van dit moment. Bij een brand in een huis aan de Molenlaan in Spijkenisse is vanmiddag een 88-jarige bewoner om het leven gekomen. De brandweer vond de man in de woning waarna personeel van de traumahelikopter hem reanimeerde. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. De brandweer had het vuur snel onder controle. De klassieker Ajax-Feyenoord is vandaag afgelast door het slechte weer. Een vervroegde winterstop voor de Rotterdammers dus. Amsterdam vond het voor de bezoekers te gevaarlijk vanwege de gladheid. Het duel is verplaatst naar half januari. En ook de bruggenloop in Rotterdam ging vandaag niet door. De organisatie vond het gezien de gladheid niet verantwoord voor de lopers. Voor het evenement hadden zich ruim 5000 mensen ingeschreven. Die zijn allemaal geïnformeerd over de afgelasting. Nou ja, bijna allemaal. De vrouw die gisteren dood is gevonden onder het ijs in Rotterdam Prins Alexander is een 44-jarige Rotterdamse. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. De vrouw woonde op enkele meters afstand van het water waarin ze gevonden werd. Ze was vertrokken op de fiets en toen ze later op de avond niet thuis kwam, sloeg haar man alarm. Een buurman en de echtgenoot van het slachtoffer vonden haar de volgende dag onder het ijs aan het Terbrechtse Hof. De politie gaat uit van een ongeluk, mogelijk veroorzaakt door de gladheid. Het winterse weer leidde afgelopen nacht tot meerdere problemen. Ook op de wegen in de regio. Het verkeer kwam nauwelijks de Van Brienenoordbrug op en ook de Benelux-tunnel was moeilijk begaanbaar. In Rotterdam gebeurden meerdere kleine ongelukken en aanrijdingen waarbij niemand gewond raakte. Hoewel de roadtap tot 's avonds laat doorging met het strooien en sneeuwschuiven, hadden veel automobilisten moeite met het recht houden van hun auto. Taxis reden er nauwelijks. En vandaag werd de regio Rijnmond wakker in een vers pak sneeuw, tot wel 15 centimeter dik. Maar behalve wat slippartijen, ongemakken en vertragingen viel de overlast mee. Dames en heren, vanwege het winterse weer rijdt NS een aangepaste dienstregeling. Mevrouw, waar gaat de reis heen vandaag? Den Bosch. Rijdt alles een beetje? Ja, wel minder, maar ik moet de goede trein en dan kan ik gelijk door naar Den Bosch. Dus het moet lukken. Ondanks de sneeuw van de afgelopen nacht lijkt het toch redelijk te gaan hier op Rotterdam Centraal. Er komen treinen binnen, er gaan treinen weg, maar er is wel een hoop vertraging. Ik vroeg net aan iemand die hier werkte, die zei van nou ja, op goed geluk dat je naar Amsterdam komt, maar we zien het wel. Dus succes. Dankjewel. Heel Europa lijkt last te hebben van de sneeuw. Dus we gaan even kijken hoe het op het vliegveld is. Waar gaat de reis heen? Naar Salzburg. Ja. En gaat het allemaal door vanwege de sneeuw? Nou, er is 2 uur vertraging. Dus ik hoop dat het doorgaat. Maar het gaat wel wat langer duren allemaal, ja. Dus wat gaat u doen in Oostenrijk? Ik heb daar een huisje. We gaan daar skiën. Dus, maar we hadden net zo goed hier kunnen blijven wat de sneeuw betreft. Oké. Veel succes. Dankjewel. Dankjewel. De snelwegen zijn best goed begaanbaar eigenlijk, alleen aan de zijkant ligt wat sneeuw. Nou, vandaag staan er ook geen files, bijvoorbeeld hier op de A13. Maar het is natuurlijk zondag, dus ik ben benieuwd hoe dat morgenochtend gaat, tijdens de maandagochtendspits. We hebben 35 wagens paraat staan om de weg op te gaan als het sneeuwt en, of als er ijzel ligt, zeg maar. Daarnaast hebben we heel veel bergers paraat staan, dus als mensen onverhoopt toch vast zouden komen te zitten als er sneeuw valt, dan kunnen we ze ook snel helpen. Ja. En waar nodig gaan jullie de hele nacht door? Ja hoor, dat is geen enkel probleem. Wij zijn een 24-uurs bedrijf in dit soort dagen. En ja, wij willen graag natuurlijk dat de weggebruiker vlot en veilig toch zijn weg kan vervolgen. En om te skiën hoef je dus inderdaad helemaal niet naar Oostenrijk, maar kun je ook gewoon naar Bergse Hoek. De skibaan daar is normaal een borstelbaan, maar door de heftige sneeuwval is het een volwaardige witte piste geworden. En daar kwamen een hoop wintersportliefhebbers op af. Ja, ik vind het best grappig. Want nu zit je wel eigenlijk op echte sneeuw weer. Het is net echt, hè? Ja. Het is wel koud, of niet? Val eigenlijk wel mee. Want je moet omhoog lopen om te gaan glijden.
Vooral voor de eerste keer was het eng. Vind je het leuk, die sneeuw? Ja. Normaal zit natuurlijk gewoon een borstelbaan. Ja, maar vooral in het echt is het veel leuker met echt sneeuw. Is het extra druk? Ja, het is wel druk als anders hoor. Vooral nu het weekend. Ik denk dat morgen ook alweer hartstikke druk zal zijn. En goed trainen en wat dat er gaat, ja, ultieme. In principe als je het hier kan, dan kan je het op wintersportket helemaal super. Dit is wel echt het wintersportgevoel, hè? Dit is zeker het wintersportgevoel, ja. Heerlijk, toch? Zo vaak is het niet in Nederland. Dus, ja. Hoe is de baan? Ja, wel stroef, maar wel goed om te doen. En een biertje natuurlijk erbij, hè, daarna om het even te vieren. Dus een klein beetje appelski met de jongens ook nog wel even gaaf. Hoewel het er leuk uitziet, al die sneeuw, heeft de kerstmarkt in Dordrecht dit weekend juist flink te lijden gehad van het winterse weer. Door de kou en de slechte omstandigheden op de weg kwamen aanzienlijk minder mensen naar Dordt dan voorgaande jaren. En de organisatie had nog wel het parcours vergroot om alle belangstellenden een goede doorgang te verlenen. Ondanks de tegenvallende bezoekersaantallen was het niet stil op de kerstmarkt in Dordrecht. De organisatie zegt dan ook niet ontevreden te zijn met de opkomst. Vorig jaar kwamen er 400.000 mensen naar de grootste kerstmarkt van Nederland. Dat er met dit weer toch nog zoveel mensen de tocht naar Dordrecht ondernemen, dat zegt genoeg over de aantrekkingskracht van het evenement, aldus de organisator. En morgen in Rijnmond Nieuws een uitgebreide terugblik op de kerstmarkt in Dordrecht. Spelen lijkt voor kinderen een vanzelfsprekende zaak. Maar voor kinderen die met hun moeder in een opvangtehuis wonen is dat vaak niet het geval. Zij kunnen vanwege hun veiligheid vaak niet buiten spelen en de opvangcentra zijn binnen vaak sober ingericht. Bij een van de Blijf aan mijn lijf huizen van Arosa werd zaterdag een speciale tovertuin geopend. Een speelruimte waar deze kinderen zich helemaal uit kunnen leven. Kijk eens mama! We Sakina en haar dochtertje Evine wonen nu al bijna een jaar in dit Blijf van mijn lijf huis, waarvan de locatie om veiligheidsredenen geheim moet blijven. Ze is hier komen wonen toen ze zwanger raakte. Zo kon haar kindje zelf geen thuis bieden. Sakina is erg blij dat het tehuis nu een echte speelplek heeft. Kinderen hadden hiervoor dus geen eigen plek om te spelen. Ja, ze moesten altijd maar zelf maar een beetje vermaken met een beetje speelgoed wat er is op hun kamers. En hier, ja, het is gewoon hun plek, ja, hun ding gewoon en dat is gewoon leuk. In Nederland wonen een heleboel kinderen zoals Evine. Alleen in de Blijf van mijn lijfhuizen gaat het al om 5000 kinderen die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Maar dit soort opvangtehuizen hebben niet genoeg geld om ook te zorgen voor een kindvriendelijke speelruimte. Ja, we hadden wel speelkamers, maar niet zo leuk. Nee, ik moet zeggen, daar heb je gewoon als instelling het geld niet voor om het zo mooi te maken. Dus wij zijn ontzettend blij met dit cadeau. 1, 2, 3! De nieuwe speelplek werd geopend door minister Opstelten en zanger Dinant Woesthof, de oprichter van de Guusje Nederhorst Foundation. De stichting die de zogeheten tovertuin heeft gerealiseerd. Ik was net eventjes boven waar de gezinnen leven of in de kiezencentra waar de kindjes alleen in kamers zitten. Daar word je echt ongelukkig als je dat ziet. En dat moeten we allemaal goed beseffen dat die plekken er zijn en dat het heel eenvoudig is voor iedereen thuis om daar een klein stukje aan te doen. Zouden niet alle opvangcentra met kinderen zo'n mooie ruimte moeten hebben? Nou, eigenlijk wel, tuurlijk. En die Guusje Nederhorst Foundation is daar ook mee bezig. Ik vind het ook knap dat ze dat gewoon met particuliere fondsen, dus uit de samenleving wordt dat opgebracht, voor elkaar krijgen. Dus ik ben er heel, heel enthousiast over en het heeft absoluut mijn steun en daarom ben ik ook hier. Geeft het toch iets meer het gevoel van thuis zijn? Ja, zeker weten. Ja. En dan tot slot van deze uitzending het weerbericht. Vanavond is er lokaal nog kans op wat lichte sneeuw. Er volgen later opklaringen en bij weinig wind vriest het 5 tot 10 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. De wind is matig en komt uit het zuiden. Het wordt desondanks niet warmer dan -3 graden.
Dinsdag blijft het op de meeste plaatsen nog droog en de temperatuur komt uit rond het vriespunt. Woensdag blijft ook nog droog en de temperatuur komt dan met 1 à 2 graden iets boven het vriespunt. Donderdag is het overwegend droog, maar er kan dan ook een winterse bui vallen en de temperatuur ligt rond de 2 à 3 graden. En dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws op rijnmond.nl. Een mooie dag verder en graag tot morgen.